Buddy. Hallo mensen, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe Fortnite minigame hier samen met Rick. Hallo. Liam. Hoi. En Ryan. Hallo. En vandaag gaan we weer wat leuks doen, want we gaan vandaag verstoppen, of in ieder geval ze zijn verstopt in Fatal Fields. Dat is nog een plekje waar we nog niet eerder zijn geweest om te kijken of iemand daar was verstopt. En ja, dan ben ik eigenlijk wel nieuwsgierig. Rick, zit jij goed verstopt? Ik zit heel goed verstopt. Jij zit heel goed verstopt. Ja, ja. En Ryan? Ik zit ook heel goed verstopt. Je zit ook heel goed verstopt. Liam? Echt een topplek. Echt een topplek. Oké, nou dan wil ik jullie alvast waarschuwen dat ik al onderweg ben. Of tenminste, ik ben al in Fatal aangekomen. Uh-oh. En de persoon die ik als eerst gevonden heb, die zal het volgende potje, en dat zal in de disco zijn, ons moeten zoeken. Komt hier een drop. Eigenlijk wil ik heel eventjes op de drop wachten. Je weet natuurlijk nooit wat erin zit. Als jullie nu een drop kunnen zien, dan weten jullie waar ik ben. Die nu is gevallen. Ik zie die niet. Oké, deze had ik al. Zo, gewoon met een een night vision gaan zoeken. Neem deze maar mee. Ik nooit waar het handig voor is. Oké. Dit. Ik check als eerst eventjes hier het huisje. Ik ga er niet van uit dat hier iemand in zit. Maar je weet het natuurlijk nooit. Het is wel een sneaky plekje. Nee, nee. Ik ga eigenlijk gewoon rechtstreeks richting de barn. Dus richting de schuurtjes. Want ik denk eigenlijk eerder dat jullie daar verstopt zitten. Want ja, ik moet eerlijk zeggen, ik vind dat ook wel een beetje ver van echt het Fatal gedeelte vandaan. Gaan we eens even kijken. Niet voor niets deze natuurlijk. Oké, niemand daar. Kijk, ik ben soms gewoon stil en geconcentreerd. Want ik weet dat gewoon overal waar ik nu langskom, iemand kan zitten. Jullie zijn ook wel heel erg stil, moet ik zeggen. Ja. Het is niet zo dat jullie een of andere surprise party met z'n drieën ergens in Paradise Park of zo maar kunnen zitten. Vroeg jij je nou of iemand het hoorde? Ja, niet zo snel, tips geven, hè? Nee, ik vroeg haar of hij me kon horen. Oh, nee, of hij jou kon horen. Ja. Of hij mij kan horen. Want we hebben een walkie-talkie, hè? Oh. Oh ja, dus zo praten jullie met elkaar. Oké, okay, ja, ja. Ik was eerst eventjes door naar dit schuurtje. Uh-oh. Rick? Ja? Mocht het zo zijn dat je daar zit, dan kan je beter niet oh oh zeggen. Ja, maar daarom zeg ik het ook. Want daar zit ik helemaal niet. Oh, je bent weer vervelend. Oh, wauw, dit is een goede plek. Maar ik ga niks verklappen. Maar dit is wel echt een goede plek als je zo zit. Je hebt hier wel veel plek, hoor. Ja, je hebt hier best aardig wat plekjes waar je goed verstopt kan zitten. Niemand die groentes aan het verbouwen is? Nee. Nee, dat denk ik ook niet. Ik ben geen groentje meer, hè. Ik ben geen groentje meer, zegt hij. Ah, ja. Dan gaan we eens even door naar het water. Want ik vraag me af of dat hier ook zo is. Water? Je mag daar niet zwemmen, hè? Ja, lekker, Rick! Je mocht daar helemaal niet zwemmen, Lin. Hoezo niet? Rick is al gevonden, dus dat houdt in dat Rick straks bij de disco gaat verder zoeken. Lekker gedaan, Rick. Ja, ja, goede plek, hè? En dat is, het is gewoon voor de hand liggend dat er bijna altijd iemand onder een steiger zit. Laten we eerlijk zijn. Dat doe ik ook niet meer. Oeh, hier heeft iemand wel de loot weggehaald. Uh-oh. Ik dacht dat Rick ging winnen. Die heeft echt een goede plek. Ja, Rick had wel een goede plek. Maar laten we wel gewoon eerlijk zijn. Maar Linda is slim. Het kon iets beter, Rick. Mm-hmm. Kijk, dit is ook wel gewoon een mooi plekje. Om verstopt te zitten. En ik denk eerlijk gezegd dat iemand nu of in ieder geval iemand nu nerveus kan worden. Omdat de kans dat hier iemand zit misschien ook wel groot is. Ik ga natuurlijk voor de rest ook niks verklappen of iemand... Jullie zitten er zit al iemand te lachen, hè? Ja, iemand zit hier. Ik denk dat iemand hier in de buurt zit. Nee, dit... Kan je daar... Van de buurt? Nee, je kan hier toch niet zitten? Nee! Nee! Ja, lekker, Liam! Nou...
Ja, ik vertrouw het al niet. Liam is ook al gevonden. Dus dat houdt in dat we alleen nog Ryan... Hoe kan je mij niet vinden? Hoe kan je jou niet vinden? Jij zit, ik vraag me af of Ryan hier dan ook in de buurt is. Nou, ja. Ik loop eerst even naar de... Ja, ik vertrouw het bijna. Ik zit op Fate of Field. Ja, dat geloof ik wel, dat je op Fate of Field zit. Oké, nee, ik denk... Ik ga nog heel eventjes verder, want het zou... Tenminste... Wat me vooral wel opviel was dat Ryan begon te lachen dat ik in de buurt was. Dus wat ik me nu vooral afvraag is of dat komt omdat Ryan zag dat ik daar ook was. Kijk, ik neem aan dat jullie daar met z'n tweeën feestje zitten te houden. Oké, okay, dan wil ik jullie feestje niet verstoren. Maar ik wil wel joinen hoor. Kijk, hier kan dus nog iemand naar binnen zijn gegaan. Kan overal zitten. Ja, ik ben nog niet in het huis geweest. En het huis is eigenlijk waar ik het liefst even ook wil kijken. Om allemaal die hokjes allemaal langs te gaan. Dat is natuurlijk ook nog best wel een dingetje. Nee, ik denk dat Ryan daar ergens toch zit. Dus ik ga toch nog eventjes daar proberen. Anders ga ik eventjes langs het huis. Ik weet ook dat Ryan ervan houdt om hoog te zitten. Ja? Ja, meestal wel. Ah, ik zit graag hoog. Maar deze keer niet. Oké. Vandaag bleef ik met mijn voeten bij de grond. Voeten bij de grond. Ja, maar dat kan ook betekenen dat je een paar etages hoger dat kan zit. Ook, hè? Dus dat zegt ook niets, hè? Dat zegt ook niets. Nou, hier zit hij sowieso niet in, want daar kan hij niet in zijn gebouwd. Ik denk dat ik toch heel eventjes het huis ga bekijken, of in ieder geval onderzoeken. Oké. Ook al denk ik toch echt... Kijk, hier ligt nog wel de loot. Ik weet dat Ryan meestal de loot meepakt. Nou, ik ben niet zo lootgierig hoor. Nee, vandaag niet? Nee. Okay, niet onder de trap. Ik heb letterlijk een sniper en een minishield bij me. Sniper en een minishield. Een 3 bounce pad. Een 3 bounce pad. Oké. Dus je hebt misschien een lama geopend. Ja, dat kan. Ja, maar ja, dat zegt natuurlijk ook niks. Even kijken, ik ben nu op zolder. Zit er iemand op zolder? Nee. Oké, niemand op zolder. Dan ga ik toch... Ik denk eigenlijk Ryan. Je hebt me al gehoord, klopt dat? Ja, ik heb u gehoord. Maar heb je hem ook gezien? Nee. Je hebt me gehoord, maar niet gezien. Ja. En je vroeg jezelf af... Wacht, meestal staan er 2 van deze... Maar dat hoeft natuurlijk ook niks te zeggen. Meestal staan er 2 van deze... Ja, iemand heeft dit waarschijnlijk... Oh my god, hoe kan je daarin zitten? Oh mijn god, hoe kan je daarin zitten? Heeft hij de boven... Huh? Ik heb de bovenkant weggehaald. Oh mijn god, zo sneaky. Oh, deze plek was echt goed. Nou jongens, ik heb als eerst Rick gevonden, daarna Liam en als laatst Ryan. En Ryan had een hele goede plek. Maar nu gaan we toch echt met z'n drietjes, of in ieder geval met z'n viertjes door. Maar wij drieën gaan verstoppen en dan mag Rick ons gaan zoeken. Ja. Nou, we zijn bij de disco aangekomen. En ik zag hier al gelijk een drop liggen. Het is natuurlijk altijd handig om te kijken wat er allemaal in zit. Of je iets kan vasthouden. En dat heb ik nu al wel. Maar Rick, klopt het dat jij al ergens in de buurt staat? Ja, ik ben wel in de buurt, maar ik kan jullie niet zien. Je bent wel in de buurt, oké. Ja, Rick is natuurlijk van team geswitcht, dus hij kan ons ook gewoon niet op de map zien. En wij gaan dus allemaal nu op zoek naar een verstopplek. Kan natuurlijk ook niet te veel zeggen, aangezien Rick meeluistert. Rick... Kan je mij vertellen hoe ver je hier vandaan bent? Ik ben zeg maar dat bergje boven de disco. Ah. Achter het bergje, dus ik zie helemaal niks. Oké, dus achter het bergje. Dus als ik goed heb... eventjes kijken. Als jij naar het noordwesten kijkt, dan zie je ook Tilted Towers. Klopt dat? Ja. Oké, wacht. Wacht, hè? Ja. Ik weet niet hoe ver die gaat. Zie je mijn missile? Ik hoor hem.
Waar hoor je hem? Nu zie ik hem. Moet naar zie rechts. Je hem? Naar beneden. Oh, ik daar. Zie je staan. Ik zie je staan. Oké, okay, dus ik ging even controleren voor wel de waarheid. Ja, ja, tuurlijk. Nee, ik geloof je wel hoor. Maar ik dacht, ik vond het wel grappig. Ja, want als je daar echt zat, dan zat je daar inderdaad. Wat ik al dacht. Uh-huh. Ryan. Ja? Zit jij op een verstopplek? Ja, ik zit er twee vullen. Ja? Bij hier ben je me? Ik ben in de buurt, ja. Ik ben... Oh. Die of wel... ik kom hier staan. Die is wel goed. Wacht, of dan leg ik dit kom... even terug. Daar staan. Ja, daar... Oh, dan moet ik dat even van de andere kant bekijken. Ik doe sowieso eventjes... Oh, die was al open. Wacht heel eventjes, hoor. Oké. Okay. Dan kom ik... Doe ik dat weer dicht. Dan kom ik heel eventjes bij jou kijken. Oh, wacht. Ik loop wel eventjes om, want ik wil niks slopen. Ja, weet ik ben ook aan het oppassen. Denken. Liam is nog druk op weg op zoek naar een plekje. Wat was het andere? Oh, ja. Nee, dat is op zich... Het is wel een sneaky plek, zeg je eerlijk. Maar is dat daar helemaal, daar, die kant op, niks? Ja, ik zat eerst daar. Ik aan denk... Aan de andere kant, waar ik nu keek. Daar bedoel ik, hè? Hier. Dat lijkt me op zich wel een sneaky plek, om eerlijk te zijn. Is die beter? Nou ja, ik denk het wel, want als je echt ja, in ieder geval op deze plek komt en je gaat richting die kant kijken, dan denk ik dat je dat wel ziet. En nu zie je bijna niets. Dus dat is wel een, op zich wel een goede plek, om eerlijk te zijn. Oké, dan zet ik al. Oké, netjes. Ik wou eigenlijk ook zo'n grappler, maar... Ik oh, wil je het meenemen hebben? Ik heb het niet meer nodig. Oh, nee, oh, kom wel goed. Ik kijk wel hoe ik straks ergens kom. Of ik opengooi even deze kist... Oh nee, ik heb wel een rift. Ik weet niet wat ik daar echt aan ga hebben, maar ik neem wel gewoon mee. Ik denk, ik heb al een plekje in gedachten waar ik kan zitten. Die moet hem ik ook even al verstopt? Ik oh nee, een plekje. Goed, ja, ik kan makkelijk hier. Ja. Oké, dan ga ik door naar waar ik eigenlijk naartoe wilde. Ja, even kijken waar Lion zit. Zo... Ik wilde hier en dan was het mijn plan om daar te gaan zitten. Maar ik moet heel eventjes kijken hoe ik daar gekomen. Gezien ik niet iets heb wat ik nu goed kan gebruiken. Ik durf ook niet in te veel details te praten. Omdat ik weet dat Rick me kan horen. Mag wel gewoon hoor. Ja, dat dacht ik. Dat geloof ik ook best wel dat mag ik. En als ik ga bouwen, krijg je ook weer dat je... Lukt het, Linda? Ja. Anders mag je die hoor. Oh, thanks. Ik neem deze wel dan. Ja, waar ga je Dank zitten je. Dan? Ja, hier. Hier wil ik ergens gaan zitten, want dat vind ik toch wel een grappig plekje. Oké, dan ga ik terug naar mijn plek. Ja, is goed. Nou jongens, ik heb ook mijn verstopplek al gevonden. En dat is dat ik gewoon ergens zo ga zitten, want ik vind dat toch wel een grappig plekje. En ja, nou dan denk ik eigenlijk dat we allemaal wel verstopt zitten. Ja, mag ik komen? Dus ja, ik zit nog even... Oh, je bent nog aan het zoeken? Ja, ik ben gewoon naar mijn plek aan toe gaan. Oké, dan wacht ik heel even. En ik zit nu op mijn plek, dus ik kan komen. Ja? Oké, dus Rick? Oké, kom eraan. We zitten allemaal verstopt, je kan komen. Oké, ik ben er hoor. Je bent er? Ja, ik ga gelijk de disco checken. Gelijk de disco checken? Ja. Gelijk de disco checken. Ik zie hem nu al rennen. Je hebt je deur laten omhoog staan. Rick die denkt dat we zin in een feestje hebben. Nee, maar daar hebben we echt totaal niet. Ik had verwacht dat jullie aan het dansen waren. Nou ja, hier, geen feestje vandaag voor ons, Rick. Wij willen gewoon serieus verstopt zitten. Ja, feestje na... achteraf, hè. Achteraf doen we ja, wel een dansje hier. Ja, afterparty na de Precies. video. Oh. Kan hij niet onderdoor? Dat is jammer, hè. Even kijken. Nou, hier zit niemand. Ben je nu gevallen, Rick? Ja. Ik hoorde je dat. Ja. Dan zit je dus wel in de buurt. Oh. Hoe weet je dat nou dat hij valt, Ryan? Want jij zit heel ergens anders. Ja, ik hoorde iemand vallen. Hoe kan dat dan? Ja, ik zie hem nu naar het dakje boven. Op het dak of zo. Oh, deze plek is wel echt moeilijk.
er zoveel plekken zijn. Maar jij hoorde mij vallen, Ryan, dus dan moet jij hier toch in de buurt zitten. Ryan, stop eventjes met praten, alsjeblieft. Oké. Okay. Hierachter. Oh, deze plek is ook wel sneaky, hoor. Je kan achter die speaker ook zitten. Maar je komt er alleen ook niet meer uit. Zit je vast, Rick? Ik moet hem weghakken. En zit er iemand? Nee. Oké. Okay. Nou, misschien verdoe je wel heel veel tijd in de disco, Rick. Ik denk het ook. Oké, nou, ik ga verder naar... Ja, die vrachtwagens kijk ik sowieso altijd naar. Of iemand daarin zit. Dat ik daar zelf ook altijd ga zitten. Ja? Altijd. Ja, het is wel een goede plek. Laten we eerlijk zijn. Zijn jullie al een beetje nerveus, Ryan en Liam? Ja. Heel nerveus. Nee. Heel nerveus. Nee? Dus Rick komt in de buurt. Ja, ik denk het. Ik hoor hem een beetje rond me heen. In ieder geval voor mij. Op het dak. En nu hoor ik hem niet meer. Echt niet? Je hoort hem nu weer? Nee. Zo. Ik weet zeker dat jij vlak bij de disco zit. Kan niet anders. Als jij mij hoort vallen... Nou, mag ik eerlijk zijn, Rick? Als jij Ryan hoorde, of als Ryan jou hoorde vallen, dat kan niet. Want hij zit echt alles behalve vlakbij de disco. Ja, maar ik hoor die gewoon vallen. Daarom zei ik, Ryan, hou even je mond dicht. Ja, maar ik hoorde die echt vallen. Serieus? Ja, ik hoorde echt iemand vallen. Ik vroeg, wat is dit nou weer? Kijk, hier is het wel geloot. Oh. En mag ik vragen waar je nu bent, Rick? In een gebouw. In een gebouw, oké. In het laatste gebouw, zeg maar. Ah. Nou, laat ik wel eerlijk zeggen, we zitten allemaal wel in een ander gebouwtje. Oké. We zitten allemaal in een ander gebouw. Ik zie hem nu letterlijk echt die straat oversteken. En ik zie ook gewoon letterlijk niemand anders. Oké. Ik heb maar één iemand gezien, sinds jij bent begonnen met zoeken. Kan je iemand anders zien, Linda? Nee, ik kan niemand anders zien. Oh. Maar ik zeg wel dat ik iemand anders heb gezien tijdens dat Rick aan het zoeken was. Oh. Dat kan er ook maar één zijn. Dat ben ik. Jullie zien mij allemaal, maar ik zie jullie niet. Hoe kan dat nou? Wel de deur achter je dicht doen, hè? Oh, Liam. Waar ben jij? Ja. Weet je wat het grappige is, Linda? Ik kan gewoon alles zien bijna, hè? Ja, wat er op de straten gebeurt. Ik heb Weet je wat vooral grappig is, Ryan? Ja? Dat ik gewoon versteld ervan stond dat Rick bij mij in de buurt was, maar mij niet gezien heeft. Ja, en dat ik gewoon echt raar. Dacht was dat ik bij jou in de buurt? Werd. Ja? Laat ik zeggen, focus je maar even op de plek waar je nu bent en kom later maar terug. Ja, nee. Dan zit jij ergens bij de disco, nee, dat weet ik Rick zeker. Nee, Rick moet wel gestructureerd gaan doorzoeken, anders gaat hij steeds van plek naar plek. Dus dat ja, schiet precies. Ook, schiet onder, ook niet nee. op. Yeah. En dan weet ik denk ik al waar jij zit, maar dat snap ik dan niet, want dan had ik je moeten zien. Ik heb echt Rick al 20 keer gezien. Liam? Ja? Ik hoor jou lachen. Waar ben jij? Ja hoor, ik heb iemand. Nee. Eindelijk. De dief. Ja, hij heeft zijn dievenpakje aangetrokken. Liam, die is al gevonden door Rick. Het duurde eventjes, maar hij heeft wel iemand al gevonden. En nu moeten alleen nog Ryan en mij vinden. En ik, ja, wat ik al eerder zei, ik sta echt gewoon versteld van het feit dat hij mij, mij net niet gezien heeft. Ja, daar sta ik ook eigenlijk koud, een beetje versteld van, ja. Heel koud, Rick. Rick stond op die vuilnis, waar gaat hij weer? Warmer. Waar ben jij dan? Warmer, Rick. Warmer, kouder. Ik vind dit grappig. Kouder? Maar jij kan me helemaal niet op de map zien, dus hoe weet je dat? Oh, dit is Liam. Ik schrok al. Ik denk, staat er nou iemand midden hier op het pad? Ryan, kan je een tip aan Rick geven? Ik zie Liam staan. Ziet Liam staan. Ja, maar staan. Jij ziet mij geloof ik overal lopen. En ik zie het kartje ook staan. Ik kan heel beter zien.
Ja, dan denk ik dat jij hoog zit. Ik zit ook rustig mee te kijken, jongens. Uh-oh. Hoeveel damage had je daar, Patrick? Helemaal niks, gelukkig. Oh, helemaal niks. Oh, ja, ik kijk weet ook hem niet. Zitten dan. Jij zit wel echt sneaky, Brian. Wat zag je nu staan, Rick? Nee, ik zag je helemaal niet. Je hakte naar beneden en je viel. Oké, nu ga ik Linda pakken. Ik weet zeker dat ze bij de disco moet zitten. Linda? Weet je heel zeker, ja? Ben jij iets met een impuls? Nee, ik heb geen impuls. Ik heb een rift in mijn handen. Een rift? Ja? Kan dat nou? Serieus? Nee, schiet me niet af. Ik wil nog een dansje doen. Hoe kan ik je niet gezien hebben? Hoe kan dat? Ja, ik dacht eigenlijk dat je minder maling. Ik dacht dat jullie minder maling zaten te nemen. Mm-hmm. Ik denk dat kan toch niet dat je me daar niet gezien hebt? Nee. Niet te geloven. Nou jongens, we zijn allemaal gevonden. Het duurde Rick wel eventjes. Maar de grond is helaas ook kapot. Maar ik zou zeggen, gewoon nog eventjes laatste dansje. En ja, ik wou nog even aan jullie vragen of jullie ook hyped zijn voor Season 6, die natuurlijk morgen uitkomt. Ik heb er heel veel zin in en vooral ook gewoon om het feit dat er natuurlijk weer waarschijnlijk nieuwe verstopplekjes of nieuwe plekjes aankomen waar we kunnen verstoppen. En nou, Rick, als laatste ook nog even zeggen, je hebt het heel goed gedaan. Dank je. En voor jullie zou ik zeggen, als jullie de video leuk vonden, doe natuurlijk een duimpje omhoog. Check de andere uit. Bedankt voor het kijken en tot de volgende video. Doei doei!